Ik ben jullie zo dankbaar dat ik van jullie eten heb gekregen en heb leren schuiven en heb leren lopen en leren praten. Ik ben jullie heel
Het kruis doet ons aan Jezus denken. Het hoort er altijd bij. Zijn u ook van binnen klaar om te delen aan het voorbeeld van Jezus aan de altaartafel? We gaan u als eerste gewoon dankbaar naar binnen en we gaan dat hier bij de altaartafel doen. Samen met Stijn, van mama en van Annemie van Henkel. U weet waarom we hier samen zijn. We willen u bedanken voor al het goede. Mooie dat u gemaakt heeft. Alles wat we hebben gekregen. Want wij hebben het onder gekregen in moeder, in vader, broertjes, zusjes, vriendinnetjes en vriendinnen. In huisje om te wonen, leren en speelgoed, eten en drinken en veel. Wij danken u voor Jezus uw Zoon. Hij laat ons zien hoe goed u bent voor ons mensen. Hij laat ons vooral zien hoe goed wij voor elkaar moeten zijn.
Met zijn leerlingen was hij aan tafel. Jezus nam het brood. Dan nu brak het en deelde het aan zijn vrienden en leerlingen.